The world champion in B1. Chile. Chili. Australia. Australië. Netherlands. Ja, Spanje dus. Chili en Australië. Kom op, voetballers! Dat is nou echt voor het eerst in de historie van het Nederlandse voetbal dat we niet naar een toernooi gaan met het idee we gaan even die beker ophalen. Dat kunnen wij er niet gaan. Nou, ik kan me niet voorstellen dat met wat we dan overhouden, dat je daar ook maar één voet aan de grond krijgt. Wij worden in ieder geval geen wereldkampioen en ik kan wel 10 betere landen opnoemen. Maar er zijn natuurlijk landen bij die kwalitatief beter zijn, daar moeten we heel eerlijk zijn. Als deze groep intact blijft, zuurvrij, schorsingvrij, dan komen wij met deze groep in de halve finale. Wij moeten het vinden in teambuildingsproces en in tactiek. Maar wij gaan er wel voor. En wij doen er alles aan om wereldkampioen te worden. Ze gaan alles geven wat ze in hun hebben en dat is veel, kan ik je zeggen. Bobber die de bal misschien vraagt. Dit is geen buitenspel bij Van Persie. Van Persie, en die komt erin! Ja! Het is 1-1! Het is 1-1! Wat een ongelofelijke lekkere goal! Bang! In de face! En schieten, kappen, schieten! Ja! Oranje staat voor tegen de wereldkampioen. Snijder met een goede bal richting Robben. Nu wordt het hardlopen voor volwassenen. Draait Robben, wordt het 5-1. Wordt het 5-1? Is het zo een dag? Ja! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Het is zo een dag! Cahill. Cahill! 1-1! Spel voor Hintz. En een penalty gegeven. Jerenek. Scoort, maar dit belooft een hels karwei te gaan worden voor Oranje. Hier van Persie met de kans. 2-2! Schot van grote afstand en dit is aanraak! Depay! Een WK-debuut om nooit te vergeten met een assist en nu een goal. Dat heeft te maken ook met de teamspirit. Dat is de teamspirit. It's all about the teamspirit. Ja! Leroy Ver! Hij komt die bal binnen. Is dit ongelooflijk? Dit deed hij. Hier is hij voor binnengebracht. Dank je Louis. Dank je Oranje. 1-0. Maar Robben gaat richting de achterlijn. Legt de bal nu voor. De paai! 2-0! Dit is een waanzinnig toernooi van het Nederlands elftal. Ik vind Mexico over de hele breedte van de selectie weer een beter team. Daar is het met Giovanni dos Santos nog gevaarlijk. Geeft het schot en die gaat erin. Het is 1-0. Het is 1-0 voor Mexico. Het schot is van 18 meter. En Nederland is hier ver verwijderd van de kwartfinale. Bal wordt teruggelegd en dan Sneijder. Ja! 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 Oké, Wesley. Alles is vergeven. Alles is vergeten. Ja! Het is een penalty. Nee, geeft ik juist, tuurlijk geeft hij een penalty, Ronald van der Geer. Ja. Checken, weten. Ja! Hij scoort! Ja! Nederland met 2-1. Wat ik zeg, daar doen we als klein jong van en beste drugs die er is. In één keer, op de paal. Nu dan! Sneijder! Ah, weer op de lat zeg! Nummer 1 eruit, nummer 23 erin. Het gaat aankomen op penalties. Ruiz. En nu heeft Krullen. Om Nederland op voorsprong te schieten. 2-1. Geen kans voor de keeper. Deze stoppen en het is klaar. Krul! Heeft het Nederlands elftal de halve finale bereikt van het wereldkampioenschap. Peres met de voorzet. En daar is het doelpunt niet het doelpunt. Want de bal eindigt in het zijnet. Higuaín was er heel dichtbij. Robben.
Robben. Ja, Robben is er eindelijk langs. Maar dan kan die inzet worden geblokt. Richting Palacio. Palacio met de kans. Maar daar is Sillissen. Messi komt er langs. Messi zet voor. En Maxi Rodriguez. Net als tegen Costa Rica wordt er niet gescoord. Nog door Nederland. Nog door de tegenstander. Ronvlaar, de aanloop. En de redding van Romero. Wesley Sneijder. Weer maar. Romero heeft die inzet. En nu ziet het er wel heel, heel, heel slecht uit. Kuit. Houdt Nederland in de race. Hou hem tegen. Ah! Het is over. Maar Oranje valt niets te verwijten. We hebben verloren van een stugge ploeg. En, ja, we moeten genoegen nemen met over een derde of vierde plek. We waren heel hard op weg om, om geschiedenis te schrijven. En helaas horen deze dingen ook bij de sport. Het is een droom die uiteenspat. Ik denk dat we echt gevochten hebben als leeuwen. En we hebben nooit opgegeven, tot op het laatste moment niet. Er is maar één ding dat telt. En kunnen we vergeten. Dan moeten we maar zorgen dat we derde worden. Van Persie geeft mee. Robben is er langs. Hij wordt gepakt en dat moet rood zijn. En een strafschop. Van Persie van 11 meter. Hoog in de touwen. Nederland leidt. En Van Persie komt op 4 treffers in dit toernooi. Voorzet boven David Luiz. Blind. Nou, schiet hem maar in. 2-0. Ja hoor, een kwartier gespeeld. En Nederland heeft er al 2 achter Julio César liggen. Voorzet Jan Maat, ingeschoten, het doelpunt. Jorginho Wijnaldum geeft deze zegen van het Nederlands elftal nog een extra kleur. En zo boekt Nederland een glorieuze overwinning in Brazilië, op Brazilië, in deze wedstrijd die echt een wedstrijd was.